geef ik het woord aan Just van den Broeke. Ja, goedemiddag. Ja, ik voel me vereerd hier te mogen spreken. Ja, ik ben nog uit de tijd dat open source, dat noemden we free software. Dus daarom vind ik het ook leuk dat dit event de Geo Freedom Day heet. Dan zijn we eigenlijk weer een beetje terug bij de oorsprong. Ja, ik heb twee dingen die ik jullie wil meegeven vanmiddag. Dat is, wat is osgeo.nl, heel in het kort, een initiatief, een netwerk, waarmee we het gebruik van open source, open data, open standaarden, maar allemaal op het gebied van geo-informatie in het Nederlands taalgebied willen versterken. Dus dat is de eerste. En het andere is... Dus het gaat niet alleen maar over vrije geo. Dus het is ook, zeg maar, jullie een hoop, richt je ook op open source software voor geo toepassen. Ja, maar het is allemaal wel geo. Maar dat kom ik zo nog op in nog in meer detail. En natuurlijk, als jullie interesse hebben na dit praatje, nodig ik jullie van harte uit om mee te doen. Dan bij de volgende slide. Goed, ik wilde dit pad volgen, korte introductie. Mogelijk hebben mensen veel niet over OSGEO, een meer wereldwijde organisatie gehoord. En dan uiteraard OSGEO.nl. Is dit in de duinen of zo? Ah, waar is dit? Dit is Rocky Mountains. Oh, oké. Okay. Ja, want als je, dat is ook leuk van OSGEO en State of the Map, is dat je nog eens ergens komt als ze namelijk conferenties hebben. Goed, mijn naam is Jus van den Broeke. Ik, open source, en dan speciaal voor geo, ja, kan bijna zeggen, een manier van leven voor mij. Dat wil zeggen, ik ben erin werkzaam als ZZP'er via mijn eenmanszaak. Wat ik doe is, ik geef advies en ik doe ontwikkeling op het gebied van open source geo. En ik ben actief in een aantal open source geoprojecten. Ik ben lid van de Open Geo Groep. Dat is een coöperatieve vereniging van een aantal, zeg maar, meerendeel ZZP-bedrijven zoals ik, om gezamenlijk commerciële ondersteuning te bieden voor open source geo. Dus echt weer in het geo-gebied. Maar hier sta ik dan als, ik heb het mezelf kwartiermaker genoemd van OSGeo. .nl, want we hebben nog niet een formele structuur. We zijn geen vereniging. We denken aan een stichting, misschien een vereniging, maar ik denk een stichting. Ik zag dat de Elfstedentocht voor zeilers, of nee, voor roeiers, dat was ook volgens mij. Dat kon je dan op een kaart volgen. En ik dacht dat het ook. Ik dacht dat jij daar ook aan had bijgedragen, of niet? Tenminste, ik ben inderdaad sinds het jaar 2004 in het allerlei geoprojecten. Daar zou ik ook een uurtje of een middagje mee kunnen vullen, maar dat is er één van. En inderdaad, ik doe nog inderdaad naast mijn werk, probeer ik ook nog aan OpenStreetMap bij te dragen. En dan voornamelijk de wandelroutes. Ik heb mezelf nu de opdracht gegeven om het Veluwe Zwerfpad te mappen. En goed, hier zie je een stukje van. En ik wil ook wel graag volgend jaar verder met die open wandelkaart om daar eens wat meer mee te gaan doen. En ik kijk naar Lonvia. En volgens mij, maar goed, dat is, daar wil ik straks wel een paar mensen over spreken. Vind ik leuk. Inderdaad, ik hoorde daar ergens DDS, Waar Society noemen. Bij jullie, geloof ik. Daar heb ik eigenlijk mijn verleden liggen. En vandaar, daar hebben we dan bijvoorbeeld geospellen gemaakt met GPS. Dit is eigenlijk weer een brug naar OSGeo. In 2004, 2005 ben ik begonnen met maken wat geoskating.com. Ik had het .org moeten laten heten. Maar wat we daar deden, is de mogelijkheid bieden aan skaters. En dan bedoel ik mensen dus die ook skileraars, om in kaart te brengen waar je nou goed kan skileren. En dat wilde ik al meteen, dat heb ik al meteen, zeg maar, geautomatiseerd.
En dit is, ja, je ziet ook, het is echt 2004, 2005 technologie. Oude Nokia 6600, maar dit kon je leuk Java aan programmeren. Dus tijdens het skileren kon je dan de asfaltkwaliteit, zeg maar, nu noemen we dat taggen in OSM-terminologie, met een 1, 2, 3, 4, 5 op het toetsenbord. En dat vertaalde zich dan, alles werd opgeslagen, het werd ook direct naar de server gestuurd. En in kleuren in de kaart. En daar is het project. Is wat? Waar is dat? Dit is volgens mij maar de berg. Oh, oké. Okay. Kijk, hier heb je de Maxisweg. Ja. Ja, dit is dan op een gegeven moment helemaal ingezoomd. Want uiteindelijk, het is heel grof. Het zijn allemaal GPS-punten. En meerdere mensen rijden. Iedereen kan zich registreren en gaan rijden. Applicatie downloaden. Je kan ook offline uploaden. We hadden het net over foto's. Ja, we toen ook al meteen deze meteen foto's kon insturen. Die werden dan GPS getagd. En, ja, ik ben nog voor andere toepassingen hier ook mee bezig om bijvoorbeeld filmpjes te geotaggen. Dat blijkt dus ook wel te kunnen. Ik dacht eerst dat kan niet, maar dat lukt toch ook. Zou je met die iPhones van tegenwoordig ook de bewegingen als skater of het heel erg trilt kunnen meten? Het grappige is dat ik daarmee inderdaad, ik ben zelfs met een trillingsexpert ooit gesproken, of we dan via een soort Bluetooth-verbinding met de telefoon, dat je iets onderaan je skates bevestigt. En op die manier. Want ik weet niet of er veel skaters zijn hier die bijvoorbeeld echt ook langere afstanden, dat is, die ondergrond is enorm belangrijk. Ja, want er zijn ook mensen bezig nu om roeitoepassingen te maken en die meten dan de roeibeweging door de versnelling, met de iPhone. Ja, ik denk dat dat daar van alles mogelijk is. Dit is natuurlijk niet het onderwerp van mijn praatje hier, ik zou hier nog best eens een praatje over kunnen houden. Maar het grappige, ik was in 2004, 2005, ik was al die software aan het maken. En in feite was ik natuurlijk mapping weer aan het uitvinden. Wat natuurlijk iedereen moet dat een keer doen in zijn leven. Maar op een gegeven moment ontdekte ik ook dat er voor een aantal heleboel dingen die ik zeg maar uitgeprogrammeerd had, er bestonden gewoon tools voor. Dus gaandeweg ontdekte ik dat er zoiets was als onder andere OSGEO.org. Nou is natuurlijk de vraag, wie kent OSGEO.org? Wie zegt dat wat? Ja. Toch een aantal niet. Ja. Nee, maar dat is juist prima. Want OSGEO.org, dat is een zeg maar meer een wereldwijde organisatie, foundation. De afkorting staat voor Open Source Geospatial Foundation. Het is in die Open Source Geo altijd, tenminste Engelstalig, spreekt men bijna altijd van geospatial. Het woord GIS, dat kom je er eigenlijk heel weinig tegen. Ik weet niet of anderen dat is opgevallen. Open source GIS, ja, er is heel veel terminologie voor. Maar als ik misschien dit laat zien, zegt dat meer mensen wat die misschien niet van OSGEO gehoord hebben. Wat je hier ziet, dat zijn allemaal softwareprogramma's, open source, waarmee je eigenlijk geodata, we hebben het eigenlijk vandaag natuurlijk over open geodata, maar om iets met die open geodata te doen, dan heb je tools nodig. Is dat voor boeren, geokettle? Ja. Maar dat is toch vee, kettle? Nee, dat is een pannen. Het is een ketel. Oh, okay. Oh, het is wel een En maar voor boeren zou het ook allemaal heel erg interessant zijn. Kettle, nee, dat is kettle. Dit gaat over potten en pannen. GeoKettle is een hele mooie tool om geotransformaties uit te voeren. In de proprietary resource wereld kent men FME. Misschien kennen mensen FME. Dat is ook wel leuk om te zien dat voor een maag. Ik denk mensen van OpenStreetMap kennen natuurlijk OpenLayers, GDAL, GR, dat is waarmee je ook transformaties heel gemakkelijk kan uitvoeren naar PostGIS, hè, waar data. En al die tools, dat zijn eigenlijk ook open source projecten. Mapnik trouwens. Mapnik.
Die vallen allemaal onder de OSGEO Foundation. Die zijn allemaal ontwikkeld vanuit de OSGEO. Nee. Is het zoiets als de Apache Foundation? Ja. Precies. En dat staat geloof ik ook op de volgende slide. En die je hier in het geel ziet geloof ik, die zijn allemaal zoals het ware geaccrediteerd. Maar deze verzameling komt van een OSGEO Live CD. Die kan je ook... Maar je hebt dan ook zoiets als een incubator project. Zo van een extern project wat dan langzaamaan wordt opgenomen binnen OSGEO. Ja. En hebben zij dan net zoals Apache dat ze alles met Java of met één specifiek iets doen of dat niet? Nee, je hebt verschillende tribes noemen ze dat. Je hebt de C-tribe, de Java-tribe, de Python-tribe. Die zijn allemaal welkom. En de .NET tribe? Zelfs die wachten we. Ja, er bestaat iets als Mac Window, geloof ik. Heb je een tribal war? Dat is gewoon een soort. Waar OSGEO zich ook op richt, is ook op zeg maar gebruikers of mensen die aan de slag willen met open source geo software. Maar hoe vind je dan de goede software? Want ja, iedereen kan natuurlijk iets, een programma maken en dat open source zetten en dat open source noemen. En dat kan goed zijn, dat kan minder. Maar je hebt echt op zich niet altijd een garantie. Nou, dus die OSGEO.org Foundation, die wil zich als het ware een kompas zijn, zodat je de juiste software kan vinden en met vragen en veel meer eigenlijk. Dus de missie is dan om het gebruik van open source geosoftware te promoten en om te proberen zo hoog mogelijk kwaliteit van die software aan te bieden. Ik ga niet in detail over al die slides door, maar het is een non-profit organisatie en vooral het is eigenlijk de enige organisatie zo'n beetje. Waar je misschien in de open source wereld een Apache Foundation en nog een aantal hebt, heb je in de open source geo wereld, tenminste niet dat ik weet, nog andere zeg maar gelijksoortige organisaties. Maar zij richten zich vooral op software. Op software, ja. Maar ook op open geo standaarden? Ja en nee. Ja, daar heb je eigenlijk weer een andere foundation voor, dat is het Open Geospatial Consortium, de OGC. En die kan je weer misschien een beetje vergelijken met de W3C. Ja, ja. Okay. Die definiëren puur standaarden. En het is wel zo dat veel van die OSGEO-projecten volgen die standaarden. Ja. Dus maar die OGC, zijn dat per definitie open standaarden? Ja. Ja. En ook royalty-free, patentvrij. Leuk is dat er bijvoorbeeld standaarden zijn die hetzelfde zijn als de ISO. Die worden ook samen met de ISO ontwikkeld. GML bijvoorbeeld. Dat is zeg maar een XML-dialect om geografische informatie uit te wisselen. KML zelfs. KML. Maar goed, het is allemaal, zelfs kost het geld bij de ISO om het te kopen. Dan krijg je het gratis via OGC. Eigenlijk is het dus heel verstandig om die standaarden van de OGC mee te nemen in de databaseontwikkelingen die wij binnen OSM nu als noodzakelijk beginnen te zien. Je komt nu wel Ik hou ervan. Ik hou van mondjes. Nou, het gaat veel verder als de database is een onderdeel ervan. Maar... ja, dat zijn we ook weer, tribes, maar daar gaan we het zo, kunnen we het zo over hebben. Goed, dus ja, Apache Foundation, dus het is inderdaad een paraplu. En wat doen ze zoal? Ze leveren resources. Hier zie je FOSS 4G. Ik zei net al. Ja, wat is nou eigenlijk de afkorting of de terminologie die je voor open source, geo, ICT, GIS... Er is een conferentie die heet FOSS 4G, maar langzamerhand wordt FOSS 4G ook gebruikt voor de term free and open source software voor geospatial.
Dus ik weet niet of die term nou ook echt gaat leven, want het is een beetje een nerdy term natuurlijk. Ja, sinds Access for All gaat iedereen een 4 ergens inzetten als het voor iets is. Maar goed, ja, dus wat doen ze al? Het promoten van vrije geospatial data. En ook een soort ja, kwaliteitskeurmerk. Hè, dus dat ja, projecten die, zeg maar, OSGEO projecten zijn, die hebben dan een bepaalde accreditatie ondergaan. Nou goed, ik ga niet op alle aspecten in. Ze hebben een hele structuur, dat ga ik hier niet allemaal uitleggen. Wat wel belangrijk is, is dat ze ook het verschijnsel of het hebben van local chapters. Net als de OSM Foundation. En ja, het is wel grappig, in Nederland denken we toch soms aan iets anders bij een chapter. Maar, maar dat is zeg maar de Engelse terminologie. Nou, en daar kom ik zo op terug. Er zijn activiteiten en belangrijk is het supporten van Free and Open Source van Geo. Maar ook zorgen dat projecten onderling samenwerken. En ja, het belangrijkste als ik zou zeggen als gebruiker of als lid van OSGEO, is dat je ziet die jaarlijkse conferentie. Ik weet niet, een aantal van jullie ben ik daar ook tegengekomen. Er is een jaarlijkse conferentie, die heet ook de FOS 4G. Die is ja, sinds 2006 steeds ook in een ander werelddeel. Afgelopen september was die in Denver en dan viel die ook zeg maar samen of aansluitend met State of the Map, wat heel prettig was. Gaat dat vaker gebeuren dat het samenvalt of was dat gewoon weer een leuk toeval? Nee, het jaar ervoor ook in Barcelona geloof ik. Nee, Barcelona was niet gelijktijdig. Maar ja, terwijl FOS 4G in Barcelona was en State of the Map in Girona, wat wel een beetje de buurt was. Ja, dat was wel eerst de bedoeling voor. Het is overwogen toen en dat is om diverse redenen afgezagen. Maar dit jaar was het, omdat het Denver was en we daar met State of the Map een redelijke jump maakten, dat we uit het veilige Europa naar buiten Europa ging en dat was voor steeds maar de eerste keer. Mm-hmm. Nou ja, volgend jaar weten we al waar we naartoe gaan. Beijing. Nou, dus moet ik zeggen dat niet iedereen binnen OSGEO erg gelukkig is met de keuze van Beijing. Maar we kunnen ook altijd bijvoorbeeld de FOS 4G eens naar Nederland halen, waarom niet? Ja. Dit is een keer geprobeerd. Het is al een keer geprobeerd, ja. Maar dan geen Amsterdam hoor, kom op. Nee. De Mediaplaza was het. Tilburg. We komen allemaal weer op mijn koffie. Ja. Ja. Het zoek. Ja. Oh, ja. Hoe lang was dat geleden? Wat? Nou, dat het al in Nederland was? Het is nooit. We hebben een bid gedaan voor 2010, hè? Ja. Toen hoorde ik daar een vliegje van Barcelona. Ja. Maar wie weet. Ja, we gaan geen bid meer krijgen. Zeker niet in Putten. Nee, ik wil wel weten waar je aan begint. Het is een grote conferentie. Er komen zeker 900. Nou, het groeit elk jaar, dus ik verwacht nou, niet in China misschien direct. Ja, China zijn wel meer, veel meer zelfs. Maar allemaal Chinezen. Ja. Dat we, als het ooit weer in Europa komt, dat we makkelijk boven de 1000 uitkomen. Is het eigenlijk toegestaan in China om te kleppen? Nee. Want een belandje in de gevangenis, dan worden die dieren kwijt. Ja. Als je moet een mapping license hebben, dan moet je een local citizen voor zijn. Echt waar? Ja. Oh, dus de locals mogen het wel? Als ze een license hebben. Ja. Dus daarom heb je ook al die lokale bedrijven, spin-offs van bedrijven, die daar als gedelegeerde aan gaan. Oké. Okay. Heb je daar geen Bing? Ja, je hebt een lokale Bing China. Okay. Het werkt echt zo. Dus maar die kun je niet zien. Die kunnen wij niet zien. Jawel, die kun jij ook zien. Dus okay, die leveren we gewoon weer aan Bing. Zouden we daar toch mappen? Ja, dus je zou een open feed met China hebben als local chapter. En die zou dus daarvoor mogen proberen. Okay. Echt. Nou, dan mag er ook alleen Chinese les van worden. Ja, mag als, alleen Chinese les van worden. Als State of in China is, en dan mogen wij niet even lid worden van de OSM China. Nee. Dat is een beetje lastig.
Niet met China. Maar je kan makkelijk lid worden van OSG ook. Dat is trouwens heel simpel. Je hoeft je alleen maar daarop bij de wiki op te geven. En dat, je hoeft ook geen lidmaatschapsgeld te betalen. Code Sprints is iets anders wat vanuit OSG ook gesponsord wordt. Dus, ik ben zelf bijvoorbeeld een aantal keren in Bolsena geweest. Dat is ergens een klooster in Italië. En dan ga je met geonerds. En dan ontstaan allerlei samenwerkingen. Het is niet van tevoren gepland waar aan gewerkt wordt, maar er ontstaan altijd weer nieuwe dingen. Ik had het over die incubatie, dat je zeg maar eerst een soort accreditatie moet hebben om een OSGEO-project te worden. Vooral bij open source zijn een aantal dingen toch altijd wel belangrijk. Dat de licensing in orde is, dat er bijvoorbeeld niet software met andere licenties in zitten die later problemen kan geven. Dat wat voor licenties dan? GPL-achtig of BSD? Ik denk dat meerdere soorten licenties toegestaan gevoerd worden door de verschillen. Ieder project mag dat zelf bepalen. Het is niet dat het gedicteerd wordt. Dus veel GPL, maar ook BSD. Neem GDAL-OGR, dat is wel leuk. Volgens mij is dat BSD of Mozilla. In ieder geval die wordt bijvoorbeeld door proprietary vendors zoals ESRI gewoon weer intern gebruikt. Want dat zijn weer bibliotheken. En met die licentie kan dat ook. Dus OSM kan op een gegeven moment gewoon geïncubeerd worden door OSG. OSM is geen software. Maar misschien een aantal producten of zo. Maplink of zo. Ja, je moet het ook niet met elkaar vergelijken, denk ik. Ik denk, kijk, OpenStreetMap is gewoon echt een project. Zo kijk ik ernaar. En natuurlijk een community en alles. En OSG biedt meer zeg maar een paraplu voor projecten. Het is zelf geen project, het is een stichting. Organisatie. Hoe de community functioneert, dat is altijd heel belangrijk. Er staan veel meer details nog op het web, die hebben we net gezien. Als je meer wil weten over osgeo.org, dus dat is de wereldwijde organisatie, er zijn een aantal links. En deze slides heb ik trouwens overgenomen met permissie van Arnulf Christel, de president van OSGEO. Dan gaan we naar Nederland, of ik moet eigenlijk zeggen Nederlandstalig gebied. Want ik had het al over die local chapters. En binnen OSGEO kan je dat op twee manieren doen. Je kan dat per land organiseren of per taalgebied. En er is bijvoorbeeld een OSGEO ES en dat gaat over het Spaanse taalgebied. En anderen doen dat per land. En er was in Nederland al een min of meer slapende chapter, mag ik wel zeggen, van OSG voor het Nederlands taalgebied. Dus dat is met Vlaanderen, met overzeese Curaçao, de ABC. Ik heb ook ergens gezien Zuid-Afrikaans, maar ik weet niet of we dat als Nederlands. Afrikaans is geen Nederlands. Maar in ieder geval zijn we. Het is ook geen Nederlands. Puur op, zeg maar, op het Nederlandse taalgebied. Nee. Haag is ook niet. Den Haag eruit halen. En als ik zeg maar nu vanuit Nederland kijk, dan zie ik bijvoorbeeld dat er steeds meer zeg maar projecten, met name bij de overheid, gebruik maken van die OSGEO en OSGEO software. Ik denk, ik werk zelf op een project dat heet Publieke Dienstverlening op de Kaart, PDOK. En daar, als je het uitspreekt als publiek domein, is oké. Ja, er zijn anderen die zeggen, die P kan je ook weglaten. Project dat is wel geheel gebouwd op de tools van OSGEO, dus PostGIS, GeoServer, GeoWebcache, er is OpenLayers. Zo zijn er nog veel meer projecten, vooral bij Rijkswaterstaat zijn altijd veel projecten met open source geo gebouwd. In ieder geval zie ik het niet afnemen. Er is nu ook de hele Europese richtlijn voor Inspire. Dat we zeggen dat alle Europese landen moeten gaan voldoen aan bepaalde geostandaarden die voor heel Europa gelden.
Eigenlijk een beetje net als de euro. Maar daar wordt ook weer veel open source gebruikt. Nou, we zien ook toename van open geodata, hè, de BAG, de adressen en gebouwen die in Nederland dat wordt vrijgegeven. En ik denk dat de meesten ook al weten dat de zogenaamde BRT, de basisregistratie topografie, top 10 NL, dat dat vanaf januari, in ieder geval eerst op een memory stick, maar gaat ook vrijgegeven worden. Dus ja, er ontstaat dan, kijk, voor die data heb je ook weer tools nodig. En ja, je ziet daar dat veel open source tools worden gebruikt. Maar wat we ook zagen in Denver, en daar komt eigenlijk waarom we nou echt met osgeo.nl echt zijn gestart, dat we in Denver, ik weet niet meer precies het aantal, maar er waren bijna 900 deelnemers. En dan heb je als eerste de meeste komen uit de Verenigde Staten, dan Canada. Derde land was Nederland. Dus die interesse in Nederland die is toch behoorlijk hoog. Terwijl in Duitsland is bijvoorbeeld ook een hele actieve groep. Heb je een idee, 50 Nederlanders? 40, 50. Ik denk het, ja, dat er zo'n 40 waren. Ja, 25 geloof ik. Ik had er volgens mij al verteld. Ja, precies wel. Allemaal ingegeven. Er waren volgens mij ook een 5 of 6 die zaten in het buitenland, zoals Martijn van Exel. Ja, dat is geen Nederlander meer. Ja, want nu heb je het weer over Nederlanders en niet Nederlandstalig, hè? Ja. Toch? En Nederlandstalig, ja. Ja, maar ik bedoel, die als derde aanwezig waren. En mensen die hadden opgegeven bij de registratie dat ze uit Nederland komen. Ja. Maar aan de andere kant, volgens mij waren ook een paar mensen van de OSCU, de Open Geo Foundation, zoals Bart van Einde, dat is wel een Nederlander, maar op zijn bedje stond New York. Dus, volgens de statistieken was hij in Amerika. Het was niet zo dat als vierde land België, zeg maar, stond. Nee. Nee, dat. Ik denk Duitsland. Is dat een land? Sinds kort weer wel. Probeer het weer. Een doorstart. Ja, en ik denk ook, er is ook een soort. Ja, zeg maar een tijdgeest nu van er is financiële crisis, er is Occupy. Er wordt gezocht ook, denk ik, naar nieuwe economische modellen. En open source is nu gewoon een goed alternatief model. Waarbij je veel meer uitgaat van zeg maar de behoefte die ergens aan is. Dus, we hebben daar al met z'n allen, met de Nederlanders dan al daar, dacht van, nou, we gaan dat osgeo.nl, dat gaan we weer nieuw leven inblazen. En, nou goed, er was al een mailinglijst, die werd opeens heel actief. En, nou, dit is eigenlijk nog maar ruim een week geleden, was er een... Is dit de Media Plaza? Een jaarbeurs. Oh, oké. Okay. Was er een zeg maar GIN-congres van Geoinformatie Nederland. Dat is een zeg maar wat meer, ja, ik moet zeggen, klassiekere GIS-club, maar wel de grootste in Nederland. En er was ook een lezing van Arnolf Christel, de president OSGEO. En we hadden, ja, zeg maar net op het laatste moment via Twitter en alles afgesproken om daarna, het zat niet in het officiële programma, nog een Birds of a Feather, zoals dat heet. Om nog even verder te brainstormen wat we nou met dat osgeo.nl verder willen. Nou, en daar kwam weer veel enthousiasme uit. En die foto is ook leuk omdat dat ook zeg maar de mix laat zien van mensen, ook mannen en vrouwen. Ja, want hoeveel vrouwen zie ik nou? Twee. Nou, dat is veel voor een geo. Geen drie nemen. Maar belangrijk. Dat is geen man. Dat kan het niet zien. Dat is een wonder god. Dus, hij staat met die man met de benen over elkaar, zeg maar. Dat, vrouw met de benen. Maar wat leuk is dat je hier ook gelijk de mix ziet die we nastreven. Kijk. Wil je naar een afronding toe gaan? Ja, even tussendoor. Wil je naar een afronding toe gaan? Oei. Ja. Ik zal, dus hier zie je, nou ja goed, ik ga niet zeggen wie allemaal op de foto staan, maar er zijn mensen van de overheid, er zijn ontwikkelaars bij, dus zowel gebruikers als ontwikkelaars.
Iemand kwam net terug van ITC, waar Barend werkt, dus die komt dan weer uit het onderwijs. Dus we proberen, want de ontwikkelaars die vinden elkaar allemaal wel, die gebruiken eigenlijk ook weer wereldwijde netwerken. Maar ook, we zijn bezig met een missie op dit moment en dat gaat eigenlijk, hè, we zijn dan wel een chapter van osgo.org. Maar we hebben niet als primair van we gaan alleen zeg maar de OSGO-projecten supporten. We willen gewoon wat breder zijn en dat kan ook gewoon. Dus we willen in heel algemeen het gebruik van open source geosoftware, geodata, geostandaarden en geoinformatie in Nederland versterken en promoten. We zijn nog bezig met die missie, dus ik loop misschien wat vooruit. We zijn, we hebben iedere week IOC-conferentie, dus dit staat op de agenda. Het leuke is dat er zeg maar meteen allerlei mensen actief worden. Er is geen officiële logo-contest zelf geweest, maar mensen begonnen logo-voorstellen te doen. Uiteindelijk is het die linksboven geworden. Bij anderen misschien die linksonder is ook wel. Die linksonder, ja, die was dan weer typisch Nederlands. Krijg je toch weer die typisch Nederlandse vooroordelen van het buitenland. En het is niet echt Nederlandstalig. Net zoals met de vlaggetjes, dat is toch ook weer echt Nederlands. En waarom niet dat tijdstip? Maar het laatste woord is er misschien ook nog niet over gezegd, want er zit toch weer een molentje in. Ja. Maar. Het geeft in ieder geval aan dat er een aantal mensen al heel actief aan het doen zijn. Nou, we willen voor iedereen openstaan, dus gebruikers, ontwikkelaars, onderwijs, overheid, bedrijfsleven. Wat we willen creëren is met name een netwerk met een mix, zo rijk mogelijk een mix aan mensen. Dus niet alleen maar ontwikkelaar, met name ook van de gebruikerskant en uit het onderwijs. Nou, wat doen we? Een aantal dingen hebben we al in gang gezet. In het algemeen willen we, ik hou niet zo van het woord platform, een platform creëren, maar dat is het in feite wel. We willen net een mogelijkheid creëren dat voor onderlinge networking te doen. En daarnaast willen we een focus event, we willen seminars en dat soort zaken organiseren, met name een focus event in 2012, zodat we ook iets hebben waar we ons met z'n allen op richten. Het zal waarschijnlijk een conferentie of onderdeel van een conferentie die hier plaatsvindt. Daar zijn we nog niet helemaal uit. We hebben een wekelijkse IRC-meeting, daar is iedereen welkom. Ook als je al nu denkt van daar wil ik ook mee praten, jullie zijn welkom. Er is een redelijk actieve mailinglijst, dus daar kan je al vragen en antwoord doen. Er ontstonden al een aantal lokale initiatieven. Iemand noemde dat het Geobier gebeuren Amsterdam, ik kan het nog net uitspreken. Die was al afgelopen donderdag, ik was er zelf niet, maar dat was... We hebben een agenda op de wiki en daar komt nog steeds al dit soort zaken aan. Want de lege webpagina die je net zag... Eén klik verder, je zit op de wiki en daar staat al veel meer. Nog een aantal zaken. We willen ook samenwerking zoeken met andere groepen, zoals de OpenStreetMap. Want die willen we ook supporten of kijken. Dus leuk dat het hier is. Kijken wat we kunnen doen. En in het algemeen, we willen proberen een duocracy te zijn. Dat wil zeggen dat leden zelf kunnen aangeven. Zelf dingen in gang kunnen zetten. Een laagdrempelig lidmaatschap is eigenlijk twee stappen. Als je registreert op die wiki osgo.org, dan ben je eigenlijk al lid van osgo.org. Maar als je verder nog op osgo.nl die naam toevoegt, dan ben je eigenlijk al onderdeel van osgo.nl. Op dit moment hebben we 41 mensen op de wiki staan en er staan 81 e-mailadressen op de mailinglijst. Dus
En dat is in een redelijk korte tijd al gebeurd. We zijn redelijk zichtbaar op het web. Het voornaamste toegangspunt is omschreeuw.nl. En ik wil jullie hierbij van harte uitnodigen op omschreeuw.nl. Mijn vragen sta ik open. Zijn er vragen? Want ik zou namelijk een beetje willen voorstellen dat we eigenlijk heel krap in de tijd zitten. Mm-hmm. Dat zeg maar de pauze begint. Maar als mensen vragen hebben, dat die nog gesteld kunnen worden. Want ik wil eigenlijk voorstellen om de pauze heel kort te houden. Dat mensen even koffie kunnen halen. En dan door kunnen gaan. Maar ik weet niet of jij nu helemaal klaar bent. Ja. De vragen om. Want dan, dan wil ik je heel erg bedanken. En dan kunnen mensen nu zeg maar even koffie halen. En dan begint zometeen Stefan aan zijn presentatie over Open OV. Bedankt. Maar. Ja, even kijken hoor. Even de tijd.